closer. Ik moet u eerst eventjes in het Nederlands het in kennis stellen van het bewijs van kennisgeving van de APV met nummer 3033267, afgegeven door de burgemeester van Rotterdam voor het evenement. Er zijn geen ordecommissarissen. Wij dienen aanwijzingen van de Nationale Politie-eenheid Rotterdam op te volgen. Zijn er vertegenwoordigers van de politie? Dat is maar goed. Geen probleem, dank u wel. Dan is het mij een groot genoegen u welkom te heten op de 23e Dead Duck Day. It's the 23rd Dead Duck Day. Ist den 23. Tote Ententag. En we herdenken vandaag de eend die op 5 juni 1995 om 17:55 al hier tegen de glazen gevel vloog. Stierf en in de biologieboeken belandde als het eerste gedocumenteerde slachtoffer van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend. We commemorate the death, the tragic death of the dead mallard. who crashed against the wall, the window here, and died, and became known as the first ever victim of homosexual necrophilia in the mallard. Heute gedenken wir den Erpel? Des Erpels. Des Erpels, die hier zum Fenster gewachsen ist und getötet war. Leer. Das ist das erste Fell. Homoseksuele necrofilie, maar de stokente. En toen voor mijn directe Deutsch. En dan moeten we nu even 10 minuten, 10 seconden stil. 10 seconden of silence, please. I don't know what you should say against each other on that duck day, but may your cracking echo in the duck pool of life. Okay. Someone do that in German. No, let's forget about it. Het is overigens een ook de bedoeling dat wij hier behalve stilstaan bij het dood, de dood van deze eend ook nog even nadenken en herdenken dat er jaarlijks miljarden vogels zich doodvliegen tegen glazen gebouwen en dat moet stoppen. It's also important that we think about the casualties, the other casualties of glass buildings. These are billions of casualties every year and it should stop. Het is ook wichtig dat we hier nachtdenken
Huber, nachtdenken, dat is geen duiken. Dat is denken, Huber, alle andere vogels die ook gingen die glazen gebouwde gekletst zien. En er zijn oplossingen. Dit is Ornitholux, vogelglas. Glas dat vogels zien en mensen niet. Ja, ik kan u zien, maar de vogels zien een barrière. This is special bird glass. Birds can't see the glass. There's a structure in it and humans cannot. It's top of the bill. This is vogelglas, made in Germany. Vogel kunnen dat zien. Dat is die oplossing. En leuk, nee. Het is overigens statistisch gezien tijd dat er zich een raamslachtoffer aandient tijdens deze bijeenkomst. Nooit gebeurd. En het is eigenlijk, ja, na 23 jaar was een keer tijd dat er gewoon eentje. Er zit hier nog geen geloof in. En het, er is wel in 2012 een heteroseksuele eendenverkrachting geweest hier tijdens Dead Duck Day. De mensen die er waren kunnen zich dat wel herinneren. Maar er zijn verder geen doden bij gevallen. It is statistically time that there will be a casualty against the building during that duck day after 23 years, but it never happened. Het is een beetje een sfeer. Statistisch is dat feit dat jetzt ook een geval hier in Vögel in Glas klatscht, maar is niet passiert yet. Okay. Nou, dan is het nu tijd voor een speciaal welkom aan de Neder-Saxen Vloekenten und Sturmbootclub uit Bremen. De Neder-Saxen Vloekenten und Sturmbootclub uit Bremen. We zijn hier. Dit is een German group from Bremen. They own a boat, a storm boat, and their mascot is a duck. Zij maken deze dagen de Maas onveilig met hun boot. Want zij zijn speciaal voor Dead Duck Day gekomen. They are cruising the river, and they came specially for Dead Duck Day. And I would like to ask de president, Herr Wolfgang Ort, naar voren te komen, bitte. Doen etwas zu sagen, bitte, en schauen Sie auch, bitte, deine Maskotte. Vielen Dank, Herr Direktor. Guten Tag, liebe Trauergemeinde. Wir fühlen uns geehrt, dass wir hier an diesem 23. Dead Duck Day teilnehmen dürfen, und wir haben Ihnen etwas mitgebracht, etwas Musikalisches auch. Ich hoffe, dass es musikalisch ist. Zunächst einmal bitte ich eine gefasste, der Trauer entsprechende Miene aufzusetzen. Und wir beschäftigen uns seit 44 Jahren mit Enten, und wir haben dann das Ethnologische Institut Entenhausen gebeten,
Forschungen anzustellen über Gemeinsamkeiten zwischen Enten und Menschen. Wir haben bekanntlich fast die gleichen Gene. Ganz geringe Abweichungen hat es im Laufe der Evolution gegeben. Und dem ist es zu verdanken, dass bei uns Menschen die Nekrophilie nicht ganz so verbreitet ist wie bei den Enten. Ich hoffe es jedenfalls. Als erstes möchten wir Ihnen ein Stück Musik darbieten. Das handelt vom Leben, vom Tod und der Liebe. Und ich glaube, das passt dann ganz gut. Ich hoffe, dass Sie den Text verstehen. Ich kann ihn leider nicht auf Holländisch, weil mein Holländisch noch, wie sagten Sie, ja, noch schlechter jedenfalls als das gute Deutsch, was hier gesprochen wird. Die Traurigkeit, der wir alle jetzt anheimfahren. Bitte, bitte, bitte. Genau. Laatste necrofilie nieuws uit het dierenrijk. De latest necrofilia nieuws. Dat laatste necrofilie. Rooien. Uit het dierenrijk. Nachrichten. We hebben hier een
geval van, denk ik, jullie bij de Aziatische Pad, 2016 gepubliceerd, pas nu bij mij bekend geworden, heeft zich plaats, vond plaats in India 2013. De foto is prachtig, dit is de publicatie. En het is geschreven door Patel, Vagishari, Chantil en Tank. En het is het eerste necrofilie geval bij padden in Azië. The first case of necrophilia in the Asian toad. Het eerste geval des necrofilie bij hertkreuten in Azië. Hertkreuten. Ja. Wat ook niet onvermeld mag blijven, is het overlijden van Irenaeus Eibelsveld, de grondlegger van de gedragsbiologie, een Oostenrijker, die afgelopen zaterdag is overleden. En hij was de eerste die necrofilie in Duitsland bij padden heeft gepubliceerd. Hier is zijn publicatie. Hij is bijna 90 geworden. This is the Austrian biologist and verhaltensbiologe Irenaeus Eibelsveld, who died last Saturday, and he was the first to describe necrophilia in toads, in German toads. And hij is er nu. Ook een primeur. Het eerste geval van necrofilie bij de zwarte kraai heeft plaatsgevonden in Mannheim 2013. Mannheim 2013. Het is ook gelijk daarmee het eerste necrofilie geval in Duitsland bij vogels. Dat is het eerste geval van necrofilie bij rebenkraaien in Mannheim. 2013, the first case of necrophilia in the carrion crow. Ja. Deze. Ja, en nu de dood. Dat is de eend. Dit is de eend, de vrouwtjes eend die vorig jaar het slachtoffer werd van heteroseksuele necrofilie in Arnhem, bij de Wilde Eend. En nu is die geprepareerd. Een prachtige balk gemaakt door Erwin Campagne. Erwin, weer bedankt. Hij is goed gelukt. This is the specimen, the museum specimen, that we obtained from Arnhem last year. It's the victim of heterosexual necrophilia. This is I. Kein Erpel, aber ein Ente aus Arnhem von 2007. Auch ein Schlachtoffer von Necrophilie, heterosexuelle. Duitse vertaling van de Eendeman. Daar komt ie. Het boek krijgt in het Duits de titel De Entenman. Is verbeterd en geactualiseerd. Met onder andere het eerste geval van necrofilie in het dierenrijk in Duitsland bij die kraai. De Entenman, De Entenman verschijnt begin september bij Edel Verlaag in Hamburg. This is the long-awaited German translation of The Duck Guy to be published this autumn. Das ist die Entenmann. Mijn eerste buch wird in Deutsch übersetzt as we speak. Thank you.
tijd voor de speciale Dead Duck Day Message. Die is dit jaar ingezonden door de Oostenrijkse schrijfster Eva Menasse. Eva Menasse is de auteur van het boek Tieren für Fortgeschrittene. Verschijnt binnenkort in het Nederlands onder de titel Dieren voor Gevorderden. This is the special Dead Duck Day message sent in by the Austrian writer Eva Menasse, author of the book Tieren für Fortgeschrittene, Animals for the Advanced. En het interessante van dit boek is dat het niet over dieren gaat, maar over mensen. En ik heb Eva gevraagd om iets in haar werk op te zoeken dat met eenden verband houdt, en dat heeft ze gedaan. I've asked the author to send in the message, although the book is not about animals, it's about humans. Heeft zij toch in haar werk een stukje gevonden, en wel in het boek Vienna. In Vienna staat een eendenverhaal, een dode eendenverhaal. Vanwege mijn erbarmelijke Duits heb ik gelukkig vanuit het Goethe-instituut in Rotterdam iemand gevonden die de passage gaat lezen. En ik wil vragen of Kim Zhishang naar voren wil komen. Je bent er al. Kim will read the passage from Eva Menasse's Vienna. Kim works at the Goethe Instituut in Rotterdam. Eva, niet Eva, maar Kim. Oké. Vienna is de eerste roman van Eva Menasse. Het woord dat ze eigenlijk meer met mensen. Het vertelt eigenlijk het verhaal van een Joods gezin in Wenen en hun specifieke humor. Er is een verhaal over dieren en het gaat ook over de dood en ergens ook over de liefde, maar niet de liefde in dit geval. Ja. Aus irgendeinem Grund fand mein Vater Enten komisch. Er nahm Tiere sonst kaum wahr und die Wellensittiche, deren Zucht sich meine Mutter mit der ganzen befremdlichen Libido einer Frau zugewandt hatte, deren Kinder längst aus dem Haus sind, die Wellensittiche verabscheute er. Er mochte Enten, jene von Walt Disney eingeschlossen. Als wir Kinder waren, beurteilte er unsere Freunde danach, ob sie Donald Duck richtig aussprachen oder ob sie Duck sagten mit U. Über letztere schüttelte er nur den Kopf. Ich muss leider zugeben, verächtlich. Natürlich erzählte er Harry bei dieser Gelegenheit die uralte Geschichte von der Ente im Hyde Park, die er als kleiner Junge beim Tauchen zu beobachten glaubte. Die taucht aber lange, hatte er voller Bewunderung zu Onkel Tom gesagt, bis auch andere Leute aufmerksam wurden und es nicht mehr zu leugnen war, dass die Ente zwar auf dem Wasser beendet war, Kopf und Hals wie suchend unter der Wasseroberfläche. Beim letzten Tauchgang gestorben, ein herrlicher Tod. Mein Vater lachte, Harry machte höfliche Geräusche. Mein Vater schloss an diese Geschichte seinen üblichen Wunsch an, schnell und plötzlich zu sterben, am liebsten im Schlaf. Ich hielt immer dagegen. Ich war der Meinung, dass nichts im Leben ruckartig geschehen sollte, dass sowohl der Sterben